De participatie van Suriname aan de International Solar Alliance, ISA, staat in lijn met de ontwikkelingsdoelen die president Desi Bouterse heeft voor ons land. ISA is een alliantie van 121 landen waar de zon meer uren schijnt en die financiering zoekt voor zonne-energie. Een groot voordeel van deze samenbundeling is dat er voor ontwikkelde landen financiën en technische assistentie beschikbaar worden gesteld voor het gebruiken van zonne-energie. Ook de ontwikkeling in de verre gebieden kan hierdoor op gang worden gebracht. Mensen kunnen voorstellen doen als ze hun eigen zonnepanelen hebben. Overbodige energie is dan ter beschikking van het netwerk. Dit legt vicepresident Ashwin Adin uit. Dit is volgens hem een mogelijkheid voor ons land. Verschillende banken, waaronder de Europese Ontwikkelingsbank en Indian State Bank, zullen financiële middelen ter beschikking stellen ter financiering van projecten binnen de ontwikkelde landen. Deze projecten zullen de landen in de gelegenheid stellen zonne-energie te gebruiken als een duurzame energiebron die het leefmilieu niet schaadt. Vicepresident Adin heeft via het Nationaal Informatie Instituut, NII, de Energieautoriteit voor Suriname aangekondigd. Met de komst van die instantie zullen meerdere providers op de markt toegelaten worden. De beleidsmaker kijkt ook uit naar de huidige systemen die vervangen kunnen worden door duurzamere.